Hij is danser, hij is choreograaf, jurylid geweest, regisseur, acteur. Misschien ook wel een beetje cabaretier, want hij staat over een paar dagen op de planken in een prachtig theater in Amsterdam-Oost. Maar het meest bekend werd hij toch in de jaren 90 als jurylid van The Soundmix Show. Hier is Barry Stevens. Well, hello, hello, hello. Dat is Engels. We waren, Barry, net even bezig met te kijken wat voor titeltje hier we jou in beeld moeten geven. Wat staat er op jouw visitekaartje eigenlijk? Ik heb geen visitekaart. En als we je een titeltje moeten geven, wat zou je dan willen? Mens. Mens? Mens. Ik had er artiest van gemaakt, maar dat verander ik nu direct in mens. Mens. Dus jij staat nu? Mens. Kijk, in beeld als Barry Stevens. Wat fijn dat je er bent. Wederzijds. Hoe is het? Een geweldige studio hebben jullie. Ja, vind je het gezellig? Ik vind het waanzinnig. Het is heel modern. Ik had verwacht iets heel krakkemikkigs, klein. Een beetje een soort luikje open. Hi, hallo. Boom. Ja, maar we zijn met de tijd meegegaan. We zijn vooral doorgegaan. Nee, maar dat is inderdaad wel waar. Want heel veel mensen die hier langskomen, die denken ook van ja, dat wordt natuurlijk zo'n bezemkast. Ja, weet je, op zolder. Studiootje op studio. Ja. Nee, echt prachtig. Vorige week hadden we ook nog gasten die zeiden tegen ons van wat leuk dat jullie dit met al die passie doen, dat vrijwilligerswerk. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik zei, nee, dit is geen vrijwilligerswerk. Dat is gewoon van de publieke omroep. Ja, precies. Maar goed. We hebben eigenlijk, heeft elk decennium alle mensen van, nou, ik denk ja, van 30 tot nu, weet wie Barry Stevens is. En misschien ook wel jonger, door Beter Later Nooit. Maar elk decennium heb je wel iets heel groots of een heel iets moois gedaan. Een mooie productie gedaan. Je hebt Ja, Zuster, Nee, Zuster gedaan. We hebben net even geconstateerd dat je de enige bent die nog leeft uit die serie. Ja, gek, hè? Dat klopt. Dat klopt. Het is een heel gek gevoel. Toen ik aan het repeteren was voor mijn programma, waar ik binnenkort ga doen, doe ik een medley van nummers van Ja, Zuster, Nee, Zuster in. Ook vanwege Leen natuurlijk. Leen Jongewaard, waar ik 18 jaar samen geleefd heb. Ja. En ineens besefte ik van, ik ben inderdaad de enige die nog overgebleven is. En dat is toch een heel vreemd gevoel. Sta je daar vaak bij stil? Nee, niet echt. Niet echt. Maar het was zo'n waanzinnige, sterk, geweldig, succesvol programma. Alles wat Annie Schmidt en Harry Bannick had bedacht was zo sterk in dat programma. De mensen die speelden erin. En het was een serie waar mensen echt voor thuis bleven. Dat was op een zaterdagmiddag om 5 uur, zwart-wit. En mensen wilden dat absoluut zien. Ja. Ongelooflijk, ongekend, ja. Hoor. Mis je het wel eens? Nee, ik mis wel de... Wat ik toen had, was dat periode in mijn leven waar ik eigenlijk net begonnen was in mijn carrière. Ik had wel 2 jaar Snip en Snap gedaan en Heerlijk Duurt Het Langst. Maar de feit dat ik in zo'n serie stond en niet wist eigenlijk hoe sterk het was. Want mijn Nederlands gaat redelijk nu, maar na 60 jaar mag ik ook. Annie Schmidt had bijvoorbeeld geschreven in haar tekst, bureau gevonden voorwerpen. En dan heb ik iets van, oh god, hoe moet ik dit nou uit mijn hoofd krijgen? En zij had een soort wrange gevoel van woorden gebruiken of gedachten gebruiken. Ik denk, wat staat daar nou? En ik weet nog dat Dick Swidder bijvoorbeeld, die de boze buurman speelde, die werd soms, wat zegt die jongen nou? En ik verstaat helemaal niet. En Leen die had iets van, ah, kom nou niet op mijn vriendje. Weet je wel, dus je had van al die leuke tafereelen daartussen. En Hattie die een beetje zo'n gekke zangeres doorheen wandelt. En dat mis je dan wel. Dat ontdekkingsreis. En nu besef ik gewoon hoe sterk die teksten zijn. En de muziek. Maar dat had je toen denk ik nog niet doen. Want je was natuurlijk vanwege de Snip en Snap Revue naar Nederland gekomen. Hè? En toen ben je op een gegeven moment, nou, Heerlijk Doet Het Langst heb je dan nog gedaan. En toen ben je in de serie gekomen. Maar het Nederlands zit dan natuurlijk nog niet zo te zien als nu. Dus je kende ook niet alle betekenissen exact. Nee. Echt niet. Maar was dat dan niet lastig om dat te hebben? Dat wist ik echt niet. Weet je nu wel wat het is? Nou, een beetje. Ja. Af en toe vind je lost het nog eens wat. Property. Ja, lost property. Ja, goed, ja. Maar je bent ook pas 2 jaar Nederlander, toch? Ja.
Officieel dan? Ja, officieel. Dat komt door Brexit. Ik had daar zo genoeg van in Engeland. Van de achterlijkheid, van hoe iedereen daar in het lege huis in Londen elkaar ging vechten, bijna taarten gooien naar elkaar. En echt van een krankzinnigheid waar je denkt, dit wil ik niet bij horen. En ik had zoveel jaren in Nederland met zoveel vreugde en blijdschap hier gewerkt en geleefd. En ik denk, kom op zeg, ik ga nu een Nederlands paspoort aanvragen. En deze zomer maken we in de uitzending het ultieme rondje Flevoland. Een reisgids met leuke activiteiten en mooie plekken in onze provincie. Vandaag gaan we naar Biddinghuizen, waar je kleiduiven kunt schieten. En collega Maarten Groeneweg die kijkt of hij ook een beetje handig is met een geweer. We horen op de achtergrond al de knallen. Wat een geweld. Wat een geweld. Ja, Maarten, sta je wel veilig? Ja, ik sta hier veilig. Inderdaad, allemaal knallen om me heen. Ik sta hier bij Doorhout Mees. Dat is onder Biddinghuizen, verstopt in de bossen. Misschien ook wel een plek die mensen niet zo goed kennen. Omdat het inderdaad een beetje een gekke plek is in Flevoland. Allemaal knallen om me heen. Het is de grootste schietbaan hier in heel Nederland eigenlijk. Je hebt hier dus inderdaad kleiduif schieten. En ik heb hier de adjunct-directeur. Gaan we even naartoe lopen. En die kan ik hier wat over vragen. En inderdaad, het idee is dat ik het zo zelf ook even ga proberen. Dinesh Chautou. Hi, Maarten. Kun je me kort vertellen, want jullie hebben inderdaad kleiduif schieten, maar ook van alles en nog wat. Ja. Wat betreft het schieten, wat is er allemaal hier? We hebben een heel breed scala aan schietactiviteiten hier die we aanbieden. Van kleiduif schieten, maar ook kogelschieten op de kogelbaan. In drie varianten, kleinkaliber schieten, long distance schieten, grootkaliber schieten. Windbuck schieten hebben we hier, tot dan voor kinderfeestjes. We hebben pijl en boog schieten, archery. En natuurlijk het mooiste, waar we ook bekend om zijn, is het hagelschieten. Ja, inderdaad, het hagelschieten, het kleiderschieten, we horen het al om ons heen overal. Ja. We staan hier nu op de plek waar je kan schieten. Inderdaad. Staat ook al geweer daar klaar. Ja. En even kort, het kleiduif schieten, hoe gaat het precies? Nou, wat maakt het kleiduif schieten zo leuk? Dat is het dynamische van het kleiduif schieten. Die duif is een schoteltje van klei. Die wordt weggeschoten door een machine in verschillende snelheden, op verschillende afstanden, op verschillende manieren. Dat maakt het ook zo interessant. Op een gegeven moment kun je het ook zo instellen dat je niet weet waar die kleiduif vandaan komt. En dan moet je maar eens raken. Want eigenlijk hoe het gaat, er zijn verschillende plekken waar zo'n kleiduif, dat schijfje, waar die vandaan geschoten kan worden. Hè? Ja, ja. Over deze plek bijvoorbeeld. Hier staan ongeveer 5 of 6 machines. En 20 mogelijkheden om diezelfde kleiduif te schieten. Zullen we even eentje laten zien? Dat is goed. Welke zullen we doen? Misschien diegene die over de grond gaat? Ja, we nemen die de kleiduif. Ja, die kan, hier boot ze bijvoorbeeld een haas na. Misschien nog één keertje om even kijken, dan schiet hij daar voorbij. Ja. En is in dat de bedoeling dat je die schiet. En raakt, ja. Ja. En je maakt het zelf zo gevarieerd als je kan, want je kunt het vanaf die positie daar doen. Maar je kunt ook 20 meter naar achter staan en dan maakt het weer wat moeilijker. Ja, ja precies. Is het iets om, kijk, ik ga het zo zelf proberen. Ja. Maar hoe ben jij, hoe is jouw schot met kleiduif schieten? Nou, ik ben, hoop ik, een beetje trefzeker. Ik ben zelf jager. Ik heb zelf de jachtopleiding hier gevolgd. Dus ik heb wel mijn nodige training gehad. Alleen ik doe het niet zo vaak. Ik had misschien wel vaker mogen doen. Zullen we even kijken hoe het ervoor staat? Zullen voor we jou? Meer? Ja, wil je het even laten zien? Dat is goed. Schrijven. Oh ja. Ja, dus inderdaad. Dinesh, ik zie nu, je doet het de hagelkogel erin. Yo. Zet hem klaar en zo komt het schot. Ja, raak. Dus je raakt. Hij doet er nog eentje. De eerste was dus inderdaad raak. Die kleiduif wordt omhoog geschoten. Daar is hij in de lucht. Nou, 2 keer raken, Dinesh. 100%. Dat, wil jij het nu proberen? Ja, ik wil even proberen, ja. Even kijken. Oké. Okay. Ja. Je neemt het geweer in de hand. Wordt geladen. Ik heb het geweer in de hand nu. Wordt geladen. We hebben net al de uitgebreide instructies gedaan. Even kijken. Goed je wang erop. Ja, ik zet mijn wang erop. Oké, ik ben klaar. En raak. Oh, wat goed. Geweldig. Maarten heeft gewoon raak geschoten. Moet geen ruzie met Maarten krijgen. Nog even een keertje. Even kijken hoor. Ja, hij legt weer aan. Ik sta weer klaar. Ja, daar komt hij. Die was mis. Oeh. Hij ging niet heel veel naast, volgens mij. Hè? Nee, goed je wang erop houden. Goed mijn wang erop houden.
Nou, laatste poging. Eén keertje. Even kijken. Laatste poging. Maarten gaat voor de teddybeer. Eens even kijken. Ah, nee, die ging niet zo lekker. Oh, nou, laten we het hierbij laten voor nu. Maar, wil je even eentje raak? Ja, nog eentje. Nog eentje doen? Ja, nou, oké. Krijg nog eentje, een kans om het... Even kijken hoor. Ja. Niet te lang wachten. Ja. Kijk. En weer raak. Nou, dankjewel. Hey, maar Dinesh, wat is nou voor jou, met dit schieten echt hetgene wat je het meest aanspreekt? Kleiduiven schieten is anders dan met andere schietsporten. Schiet je dus niet op een stilstaand doel, maar op een bewegende duif. Dat dynamische maakt het zo gaaf. En de trill om die duif die uit elkaar spat, die jij hebt geraakt, dat maakt het zo gaaf. Ja. En de moeilijkheid en de varianten erin. Elke duif is weer anders. Elke plek is weer anders. En gewoon je eigen score bijhouden. En zeker nu in de zomer met heel veel recreanten. Het is gewoon leuk als je die duif raakt. Het is verslavend. Meestal leggen we digitale verbindingen met verre buitenlanden voor de rubriek Flevolander in het buitenland. Maar in de vakantie zijn sommige globetrotters even terug in Nederland. Emmeloorder Mark Dieleman is voor zijn werk bij Delphi, dat is de oude landbouwvoorlichting, vaak in Afrika, maar nu dus hier. Ja, goedemorgen Mark. Goedemorgen. De meeste mensen rennen nu heel hard Nederland uit, want het is vakantie en jij komt hier naartoe om vakantie te vieren. Leg eens uit. Ja. Nou, ik moet ook nog een beetje werken, maar dat klopt. Nee, Afrika, we zien in Afrika dat steeds meer landen toch nog steeds heel veel last hebben van COVID. En ook de Delta-variant, al ben ik geen viroloog natuurlijk, maar de Delta-variant lijkt toch om zich heen te grijpen. Dus het wordt voor ons steeds lastiger om te reizen in Afrika. Uiteraard ben ik volledig gevaccineerd, maar om mij heen zijn niet heel veel mensen dat in Afrika. Het reizen is heel leuk, het reizen is heel mooi, maar je moet wel impact kunnen genereren. En als dat niet lukt door reisbeperkingen, hè, proberen in de landen gewoon te respecteren wat de reisbeperkingen zijn. Vaak zien we dat landbouw uitgezonderd is, hè, een belangrijk item. Want je moet wel goede aardappels of uien of wortels telen. Dus daar kunnen we vaak nog wel bij helpen. Maar een groot deel van ons totale programma is ook om te trainen. En als dat niet kan of niet mag, dan heeft het niet zo heel veel zin om in Afrika te zijn. Dus dan ben ik net zo graag ook lekker in Nederland. Ja, zeg, in welke landen ben je allemaal geweest de afgelopen, pak half jaar, drie kwart jaar? Ja, ik heb nogal wat landen bezocht. Na de lockdown ben ik direct naar Rwanda gegaan, toen naar Oeganda. Ik ben in Kenia geweest, Ethiopië en in Zimbabwe. Ja. En je noemde het net al een beetje, je had iets over aardappelen en wortelen en dergelijke. Want wat doe je daar nou precies? Ja, mijn achtergrond zit met name in open teelt. Dus het opzetten van een sterke keten. Dus wij geloven niet zozeer in alleen trainen van telers. Wat we veel zien is dat er veel programma's geënt zijn op het verbeteren van telers. Wat aan zich een hele mooie doelstelling is. Echter, op het moment dat die teler in plaats van met één zak, met twee zakken product naar de weg loopt en daar wacht op een koper, hè, broker, zoals we dat in Engels noemen. Dan heeft het in onze ogen weinig effect. Want de tweede keer dat hij daar komt, dan denkt hij, hey, die meneer die had niet één, maar twee zakken, dus ik kan de prijs wel een beetje naar beneden doen. Dus wat wij proberen te doen in Afrika is met grotere programma's te proberen om de hele keten aan te pakken, of de hele keten te versterken. Is misschien een betere omschrijving. Waarbij het belangrijk is dat juist de afnemer een behoefte heeft aan hoge kwaliteit product, maar daar ook voor wil betalen. Ja, het gaat om de teelt en de afzet, de vermarkting, de opslag, dat je ze goed houdt. Ja, dat de piepers en Emmeloord, die kunnen dat. Ja, die zijn er goed toe in staat. Wat we merken is, dat is onderdeel van ons werk. We proberen de markt een beetje te openen, ook voor hoogkwaliteit nieuwe aardappelrassen vanuit Nederland. Dat is best wel uitdagend, want er zijn veel spookverhalen. Toch denk ik, ook met mijn achtergrond natuurlijk, bij mijn vorige werkgevers, dat aardappelrassen vanuit Nederland erg ver ontwikkeld zijn. We zien daar helaas nog veel
veel oude rassen. Ook nog heel veel doorvermindering. Dus die zijn heel oud. Ja, ja. Als je gaat vermeerderen met hele oude... Nou, het is in het mensen- en dierenrijk net zo. Hè? Liever hele jonge mensen. Dan krijg je, dan heb je toch minder kans op complicaties dan oudere mensen. Nou, dat zien we eigenlijk bij aardappels en bij andere groentes ook. Hè? Dus zorg ervoor dat die vermeerderingsslagen zo kort mogelijk zijn. Zo optimaal mogelijk. En ververs. Ja. En verversen met nieuwe rassen, dat zou fantastisch zijn. Dus we hopen dat en we proberen te stimuleren dat overheden meer en meer doorkrijgen. Dat op het moment dat ze betere rassen introduceren, dat ook een heel groot effect heeft voor je totale keten. Voor je grond, voor de opbrengst. Dat gaat niet in één jaar. Dat is bij ons in Nederland ook niet zo geweest. Hè. Rond 1900 heeft onze overheid gezegd van hey, het gaat niet goed. We zien urbanisatie. We zien de opbrengsten naar beneden gaan. Dus we moeten wat doen. Je moet nog wel een paar jaar naar Afrika heen. Vermoedelijk duurt het nog wel even. Ja, ja. Wel mooi zoals jij aardappelen met mensen vergelijkt en andersom. Die had ik nog niet eerder gehoord. Nou was jij ook raadslid van de partij Politieke Unie Noordoostpolder. Ja, je zou dat eigenlijk combineren hè, met je werk in Afrika. Ja. Dat is niet helemaal goed gegaan, want je bent ermee gestopt. Ja, nou ja, ik heb in ieder geval een stapje terug gedaan. Dus een van onze burgerraadsleden, Tom, die heb ik eens opgebeld. Die heb ik eens een beetje gepolst. Ik heb uiteraard dat in overleg met ons bestuur gedaan. Echter is het zo dat... ik vind het belangrijk om als volksvertegenwoordiger moet je volgens mij in de regio zijn. Moet je kijken wat gebeurt er daar. En moet je je voelsprieten hebben. Nou, dat had ik met alle verenigingen en met mensen die ik had. Maar in het begin ging dat nog wel. In het begin ging dat nog je wel. Je zei het is toch corona, we vergaderen exact. Toch online. Ja, exact. En nu gaat het gewoon weer meer, meer fysiek. Ja, ja, ja. Een hybride oplossing. Dat is niet mogelijk op dit moment. Nou, dan moet je ook gewoon eerlijk zijn. Hè. Dan moet je realistisch zijn in mijn ogen. Dus Tom, die wou heel graag... die wou in ieder geval raadslid worden. En ik ga hem ondersteunen als burgerraadslid.